Bart, laatste wedstrijden in de basis, Groningen en FC Eindhoven. Dan pak je 4 punten. Kan ADO daar tevreden mee zijn? Ja, ik denk vooraf zeker. Het zijn gewoon moeilijke tegenstanders. Ze zijn ook allebei uit natuurlijk. Vooral Groningen is de titelkandidaat. Eindhoven doet het laatste jaar al goed. Dus die wedstrijd is sowieso ook altijd lastig. Maar ja, als je dan uit Groningen wint en dan eigenlijk de tweede helft zo tegen Eindhoven speelt, dan had er misschien wel meer in gezeten. Dus achteraf had er misschien wel meer willen hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, dat sowieso. Ja, optreden geeft altijd een bepaalde rust. Staal je dan uit wat dat betreft? Nou ben je natuurlijk een geroutineerde speler. Is dat iets wat je in de loop der jaren hebt aangeleerd? Of zit dat in de natuur in je? Nou, ik ben sowieso ook wel een rustig persoon, denk ik. Maar wat je al zegt, ik denk dat het wel klopt. Ik denk hoe meer wedstrijden je speelt, hoe meer de situatie gaat inschatten. Dus die rust die ga je steeds meer krijgen. Je ziet het met alle spelers. Hoe ouder ze worden, hoe meer rustiger ze worden. Meer onderheen kijken, juist op de juiste positie staan. Dus dat heb ik denk ik ook wel. Ik heb aardig wat wedstrijden gespeeld. Dus ik denk wel dat je dat meeneemt in je carrière. Ja. Nou is de trainer natuurlijk op zoek naar de ideale elf in zijn optiek. Heel veel nieuwe spelers erbij. Hoe lastig is het om onderlinge afstemming te vinden? Train je uiteraard door de week zo? Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Kijk, ik ben als een van de laatste erbij gekomen. Ik heb wel die ervaring, dus voor mij maakt het in principe niet uit. Ik kan overal spelen. Alleen ja, je merkt wel zeg maar, dat je wel de jongens moet leren kennen. Je moet bepaalde jongens aanspelen. Dat ze met hun kwaliteit in naar boven komen. Dus ja, dat vergt wel tijd. We zijn daar lekker op aan het trainen. Dus mooi dat we nu wel die punten afgelopen wedstrijd hebben gepakt. Dus ik denk dat het spel alleen maar beter gaat worden. Dus ja, het belangrijkste is dat iedereen zoveel mogelijk minuten maakt, fit blijft. En dan wordt het alleen maar beter. Dan heb je afgelopen vrijdagavond nog te maken met Hugo Ventrits achter in het doel. Afgelopen maandag staat een andere keeper, de Kima. Maakt dat nog verschil? Ja, voor mij is het lastig. Ik ken ze allebei niet goed als ik heel eerlijk ben. Ik heb ook niet veel met ze getraind natuurlijk, dus dat is moeilijk om te zeggen. Maar vrijdag stond er een goede keeper onder de lat. Volgens mij maandag ook, pakt ook een paar goede ballen. Dus ja, dat is lastig om te zeggen. Maar ja, dus de tijd zal het leren. Maar ik hoop dat voor Hugo is natuurlijk zonde dat hij een blessure pakt. Dat is wel jammer. Maar die andere keeper heeft goed ingevuld, dus ik hoop dat hij die lijn vast gaat houden. Als je kijkt naar de resultaten en de stand op dit moment in de KKD, ja, dan zijn er wat dat betreft weinig klasverschillen waarneembaar. Behoudens dan Roda die bovenaan staat, maar iedereen kruipt naar elkaar toe. Ja, maar het is ook een competitie. Dat hadden wij vorig jaar met Zwolle ook. Er zijn gewoon grote clubs in deze competitie. Iedereen wil promoveren of kampioen worden. Ik denk als je naar de laatste jaren kijkt, dan zijn er aardig wat clubs die dat kunnen doen. En het zijn ook grote clubs. Dus ja, die verschillen worden steeds kleiner. Dat is in principe alleen maar mooi. Ja, we staan er nu in principe gewoon goed voor. Dus ik hoop dat we aan het einde van het seizoen ook zo kunnen staan, zeg maar. Dan heb je in je carrière altijd clubs gehad in het oosten van het land. Groningen, Heracles, Zwolle. Je hebt nog een keer een uitstapje gemaakt naar Turkije. Nu kom je in het westen van het land. Compleet anders. Nou ja, voetballerij is op zich wel hetzelfde, denk ik. Kijk, ik bedoel qua mentaliteit, humor, et cetera. Ja, dat is misschien nog wel lastig. Hier hebben ze zeker andere humor, denk ik. Alleen, zoals ik net al zei, ik ben er nog niet zo lang. We hebben wel een paar jongens, die komen overal vandaan. Dus ik trek ook een beetje op met de oudjes en die hebben aardig humor. Dus dat komt wel goed dit seizoen. Vrijdagavond thuis tegen Telstar. Een ploeg die nog geen enkel punt heeft gepakt. Schuilt daar ook juist het gevaar in dat je onbewust misschien toch zo'n ploeg anders gaat benaderen? Ja, kijk, het mag niet natuurlijk. Hun komen steeds dichter bij de eerste punten. Nee, dat moet absoluut niet doen. Ik denk dat we geen één wedstrijd hebben die je makkelijk wint. Of vooraf zegt van, dit wordt een makkie vandaag. Dus deze wedstrijd wordt gewoon wel lastig. We moeten gewoon ons ding blijven doen waar we de tweede helft tegen Eindhoven bijvoorbeeld hebben laten zien. En dan moet het uiteindelijk wel goed komen. Tot slot, wat is jouw persoonlijke doelstelling? Ja, maar zoveel mogelijk spelen, lekker fit blijven en eigenlijk de ambities van de club die ze uitspreken, daar moeten we gewoon met z'n allen voor gaan. En dat is voor mij gewoon een steentje bijdragen aan het team. Tot nog een naam ronde. Afgelopen zondag was natuurlijk PEC Zwolle tegen Go Ahead. Ja, dat is een wedstrijd waar met name mensen uit Zwolle en Deventer naartoe leven. Niet spijt dat je die wedstrijd niet mee hebt kunnen maken op een of andere manier? Ja, ik heb wel gekeken op tv. Dat blijft wel mooi. Maar dat zijn inderdaad wel de wedstrijden waarvoor je doet als voetballer zijn. Gewoon de haat en hij, de strijd, publiek onderling. Dat soort dingen. Dus dat zijn wel de leuke wedstrijden. Maar ja, die heb ik genoeg gespeeld bij Zwolle. Dus jammer dat ik hem niet mogen meemaken. Maar nu is het gewoon de focus op ADO. Darje, afgelopen weekend 2 wedstrijden in 3 dagen. 4 punten uit 2 wedstrijden. Van tevoren zou je zeggen, daar teken ik voor. Achteraf, ben je er blij mee? Vooraf en achteraf ben ik wel blij mee. Waar ben je met name dan tevreden over als je de wedstrijden de revue laat passeren, die 2?
Nou, omdat ik meest tevreden over ben ik over de teamwerk, over de werklust, over de taakuitvoering. Over, wij hebben in die twee wedstrijden ook onze formatie veranderd. En uiteindelijk wel gebleven bij onze spelprincipes, dus dichtbij bij onze spelprincipes, wat we altijd willen. En dat heb je ook helemaal niet gemerkt aan de groep. En ze hebben gewoon ook vanuit deze situatie maximale eruit gehaald. En dingen die niet liepen, en daar zijn wel een aantal dingen die niet altijd vlekkeloos liepen in die twee wedstrijden, hebben ze vervangen met de werklust. En dat is mooi om te zien. Dan heb je een tegenval in de vorm van een blessure langdurig van Hugo Wendtges. Dan moet Kilian Nkima moet het gaan doen, zeg maar. Ik denk dat je wel tevreden kan zijn over hem, gezien zijn optreden vlak voor tijd tegen Eindhoven. Ja, kijk, het is belangrijk om even aan te geven dat wij ook aan het einde van de voorbereidingsperiode, toen we moesten beslissen wie zou gewoon een plek onder de lat nemen in de competitie, hebben we ook tegen Kilian met tevredenheid vertrouwen uitgesproken naar hem toe. En uitgelegd waarom uiteindelijk Hugo die rol gaat nemen als het eerste keeper. Maar daar scheelt niet veel. Dat hebben we ook toen duidelijk gezegd. En die vertrouwen is altijd gebleven. Kilian heeft gewoon aan het aandachtspunt wat wij hebben aangegeven, keihard gewerkt. En hij heeft gewoon bevestigd weer dat het vorm uit de voorbereiding heeft hij weer in deze wedstrijd bevestigd. Als je ziet wat hij dan gepresteerd heeft, is het dan ook logisch om te denken dat hij voorlopig in het doel blijft? Want jullie zijn zoals bekend vandaag met Tim Koremans bezig, ondergaat de medische keuring. Is dat dan de vent die achter Nkima op de bank plaats gaat nemen? Nee, het is logisch dat we die vertrouwen verder uitspreken in Kilian. Waarom niet? Al die verhalen wat ik net heb verteld, zou toch raar zijn dat ik nu zou denken, hij gaat nu niet meer keeper. Nee, zo werkt niet. Hij is ook jonge keeper. Past gewoon in ons beleid dat we jonge, talentvolle spelers die goed presteren natuurlijk niet alleen maar kans geven, maar gewoon ook laten spelen. Zodat ze zich ook verder kunnen ontwikkelen. Dus in alle opzichten... werkt alles in voordeel van Kilian en ons ook. Groep is nu compleet wat dat betreft. Je wil natuurlijk een bepaalde spelontwikkeling zien in je ploeg. Zie je wat dat betreft ook een stijgende lijn? Het is natuurlijk in deze periode niet mogelijk om bijvoorbeeld voetbal die we op een mat hebben gelegd tegen Jong AZ ook voor te kunnen zetten in deze twee zware wedstrijden tegen Eindhoven en Groningen, dan weet je dat je wel team uit andere vaatje moet laten tappen en als je wel resultaat wil halen. En waar het mogelijk was geweest, hebben we dat ook niet nagelaten. Bijvoorbeeld tweede helft tegen FC Eindhoven domineerden we volledig. We speelden eigenlijk bijna hele tweede helft op de spelhelft van FC Eindhoven. Daarin kon je weer zien conturen van het spel tegen Jong AZ. En periodes van de eerste helft tegen Groningen ook. Alleen team moet ook kunnen iets anders leveren dan alleen maar goede voetbal. En dat hebben ze gedaan en daar ben ik ook heel blij mee. Henk Veerman, afgelopen twee wedstrijden twee keer gescoord. Ik denk dat met name voor Henk zelf ook wat dat betreft een enorme boost is. Ja, voor spits altijd. Laat even duidelijk zijn dat Henk waanzinnig belangrijk is geweest. Ook op het moment dat hij niet heeft gescoord voor de goede prestaties van ons. En daar heeft hij een waanzinnig belangrijke rol genomen. Maar je weet hoe de spitsen zijn. En in hun hoofd willen ze gewoon graag alleen maar scoren. En belangrijk zijn, als belangrijk uitdrukken, in het team. En daardoor juich ik toe en ben ik blij dat ook gebeurd is. Tot slot, vrijdagavond Telstar thuis. Waar schuilt het gevaar in? Nou, gevaar in is het natuurlijk dat Telstar steeds week in, week uit, hoe langer gaat duren, dichterbij is bij hun eerste punten. En eerstvolgende wedstrijd is tegen ons. En zij worden ook
steeds wijzer. Ze worden ook steeds beter. Ze worden ook steeds dichter bij de punten. Dus wij moeten gewoon daar tegenover. In de periode dat we in één week drie wedstrijden spelen, drie zware wedstrijden spelen, moeten we ervoor zorgen dat het team, dat we team fris gaan maken. Ook om in derde wedstrijd te kunnen vlammen en vanuit taken goed gaan voetballen. Jullie missen, zover mijn informatie strekt, Wenschers en Jerry van der Wolfgang. Zijn dat de twee enige of zijn er nog meer mensen die kwakkelen, zeg maar? Ja, we hebben nog twee kwakkelende en die missen we ook. Dat is Daniel Granli en Lasse Wiegen.